Inleiding. De wereld leek stil te staan toen op 22 december 1971 werd bekendgemaakt dat Godfried Bolmans plotseling was overleden. Velen kunnen zich nu nog herinneren wat zij aan het doen waren toen zij het bericht van zijn dood hoorden. Hoe kon het dat het overlijden van Bolmans zo'n ontsteltenis veroorzaakte? Kwam het doordat er in Nederland nog nooit een schrijver was gestorven die iedereen kende? Of lag het vooral aan de status van Bolmans als televisiester? Zijn boeken waren al jaren immens populair en beleefden herdruk na herdruk, maar zijn roem werd toch vooral bevestigd door radio en televisie. Wie genoot er nu niet van zijn humor, ironie en wijsheden die de huiskamers binnenrolden? Met zijn dood doofde een nationale ster. Bolmans had een aangeboren aanleg voor publiekelijk optreden. Hij speelde met zijn gehoor als een volbloed cabaretier, als een rasperformer. Feilloos laste hij pauzes in op het juiste moment, mompelde hij quasi nonchalant iets binnensmonds, acteerde hij ernst en speelde hij de onhandige en afwezig kijkende kamergeleerde. En hij wist zijn publiek te bespelen met een perfect gevoel voor timing. Zijn gedachtensprongen, fantasieën en wijsheden kregen door deze techniek der schoorvoetendheid een glans van volmaaktheid. De beelden van Bolmans bewaard gebleven televisieoptredens op deze vier dvd's geven u een beeld van zijn veelzijdige persoonlijkheid. Ze zijn in chronologische volgorde in diverse blokken bijeengebracht en voeren u terug naar de vele jaren dat Godfried Bolmans de kijkers aan de buis gekluisterd hield. Het Haarlemse leven. Godfried Bolmans werd op 2 maart 1913 geboren in Den Haag. Toch is hij het boegbeeld van een andere stad geworden, van Haarlem. In deze stad heeft hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht. Hij was de oudste zoon in een groot rooms-katholiek gezin dat op vele adressen in Haarlem gewoond heeft. Voor vader Bolmans, die een hoge politieke functie bekleedde, moet het bewonen van het majestueuze huize Berkenrode in Heemstede het ultieme statussymbool geweest zijn. In dit huis heeft Godfried veel van zijn jeugdwerk geschreven. Na een aantal studiejaren in Amsterdam en Nijmegen keerde Godfried tijdens de oorlogsjaren terug naar Haarlem en vestigde zich eerst in de Zonnelaan, later aan de Parkweg te Bloemendaal. Hij beschreef Haarlem als een stille stad bewoond door mensen die zich met ernst en toewijding op de volstrekte ledigheid toeleggen. Bolmans ervaarde deze stad als een innige, knusse en overzichtelijke wereld die hem een gevoel van geborgenheid gaf. Het was voor hem het Haarlem uit de Camera Obscura van de 19e eeuwse schrijver Hildebrand. Veel kunstenaars woonden er en in 1949 werd Bolmans de eerste voorzitter van de kunstenaarssociëteit Teisterband, gevestigd in de kelders van café-restaurant Brinkman aan de Grote Markt. De schrijver Lodewijk van Dijssel werd erevoorzitter. Nog meer luister gaf Bolmans aan het knusse imago van Haarlem toen hij een Nederlandse tak van het genootschap The Dickens Fellowship oprichtte. Geregeld flaneerden er Dickens-personages door de stad. Met dit soort genootschappen, waarin hij zelf de hoofdrol speelde, creëerde Bolmans kameraadschap die voor hem geborgenheid inhield. Hij kon er ook rollen in spelen, acteren, zich achter zijn functies verschuilen.
De Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek heeft ook dit jaar een boekenweek georganiseerd om belangstelling te wekken voor het boek dat in het geestelijk leven van ons volk zo'n belangrijke plaats inneemt. Wij zijn ter gelegenheid daarvan enkele Nederlandse letterkundigen in hun eigen omgeving gaan opzoeken. In Bergen aan Zee woont de dichter Bertus Aapjes, bij zomer en winter getrokken naar de kust. Zijn groot gedicht, Een voetreis naar Rome, behoort tot de meest gelezen werken van ons land. In Haarlem treffen we een van de weinige sprookjesschrijvers die ons aan fantasie niet rijke land telt, Godfried Bomans. Zou bij al deze post bericht zijn van zijn geesteskinderen Tante Pollewop en Pa Pinkelman? Victor van Friesland is behalve een bekend dichter ook criticus, aan wiens oordeel veel gezag wordt toegekend. Hij vertaalde verder vele werken. De heer van Friesland woont in Amsterdam. Dicht bij Amsterdam, in Broek in Waterland, woont de dichter en romanschrijver C.J. Kelk. Een opgewekt man, dien we hier op weg zien naar de pruikenmaker. Zijn wijdse betiteling van de dorpskapper. Natuurlijk mag ook het vrouwelijk element in deze revue der schrijvers niet ontbreken. En hier is dan Clara Egink, ook al woonachtig in Amsterdam. Men dicht niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, maar zij is klaar voor nieuwe inspiratie. Ziezo, bij het lezen van hun werken zijn deze letterkundigen voor u tenminste geen vreemden meer. Er zijn hier een aantal gebrilde heren van de televisie mijn huis binnengedrongen. En wel volkomen onverwacht. Ze hebben een enkele minuten voor hun komst opgebeld en stonden toen daarna hier plotseling voor mijn neus. Wat hun bedoeling is, is me niet helemaal duidelijk, dat we zeggen niet aan detail, maar in grote lijnen willen ze gewoon hier een kamer opnemen, mij wat laten praten, wellicht de lens laten glijden over verschillende bezittingen die ik hier heb, kortom zich schuldig maken aan een indiscretie die in het dagelijks leven onder volwassenen uitermate zelden voorkomt en bij je kinderen veelvuldiger gesignaleerd wordt en dan ook terdege bestraft. Ik ben deze heren eigenlijk wel een beetje genegen, omdat ik hou van onverwachte dingen en ik bemin in het algemeen het risico. Het gevaar bestaat natuurlijk dat een aldus overvallen persoon eenvoudig niet uit de voeten kan, niet weet wat hij zeggen moet. Van de andere kant is het voordeel, en die winst sla ik zeer hoog aan, dat hij gedwongen wordt om à l'improviste, voor de vuist weg, als het ware hardop te denken. Ik ben namelijk van mening dat de uitzendingen in Nederland, over het buitenland heb ik geen ervaring, te zeer voorbereid zijn en daardoor te gladjes verlopen. Te weinig kans wordt er geboden aan de deelnemenden om uit eigen initiatief zo hardop een beetje te praten, te denken en Gods water over Gods akker te laten lopen. Die dwang is er nu niet. Ik heb helemaal niets voorbereid en ik vrees ook dat u dat maar al te zeer merkt. En dat is dus de bedoeling van deze uitzending. Ja, dit is dan mijn werkkamer. Allereerst ziet u hier een nogal grote bibliotheek die uitsluitend over Dickens gaat. En die gebruik ik voor het maken van een Dickens-biografie. Er wordt mij veel gevraagd of die biografie eindelijk af is. Dat kan nog jaren duren. Ik heb alle tijd ervoor en ik haast me niet. En dit zijn werkjes van Dickens. Alle werken van Dickens dus. Het kleine beeldje daarvoor, dat is Dickens zelf. Ik heb trouwens nog een ander beeldje van Dickens. Dat u hier ziet. Dat is kort geleden gemaakt door de beeldhouwer Mary Andries, een vriend van mij. Dickens wordt hier voorgesteld als sprekend, voorlezend uit zijn werk. Hier ziet u mij met Mary Andries zelf. We hadden
samen rijles. De instructeur wilde ons een autootje aansmeren, drong daar veel op aan. En wij hebben ons toen laten fotograferen in de Haarlemmerhout met een heel klein pieperig autootje voor ons. Dit is een foto van een schilderij gemaakt door Kees Verwij, voorstellende Lodewijk van Dijssel, die ik zeer goed gekend heb. Hij woont in Haarlem, is daar op 86-jarige leeftijd gestorven. Dit is een Kees Verwij zelf, de schilder, die het vorige portret gemaakt heeft. En dit is door zijn vrouw vervaardigd. Het is Verwij zelf. Dit, dames en heren, zijn pa Pinkelman en tante Pollewop. Een klein monumentje dat is door een lezer gemaakt is. Dit is dan mijn opbergsysteem. Allerlei laadjes, vakjes, waarin ik mijn spulletjes opberg. Ja, dames en heren, ik wil u wel iets van dat enorme opbergsysteem laten zien. Het zijn allemaal laadjes en die worden allemaal verondersteld iets waardevols te bevatten. Kleine laadjes, dit is een groot laadje waar daar matten in kunnen. Hier is iets heel bijzonders, zelfs een verrassing voor de heren van de televisie. Dat is een heel mooi zwart poesje, kan ook opgeborgen worden. Ja. En voor de kleine laadjes heb ik dan ook nog kleine poesjes. Even kijken. Hier is er eentje. Zo, we hem er even uithalen. Kijk, we worden bij elkaar. Ziet u? Nou. U ziet, dames en heren, het nut van mijn opbergsysteem dat nimmer faalt. Ja, dat is een voorvader van mij. Een braaf, een betrouwbaar man. Waarop niets te zeggen valt dan alleen dat er een barst over zijn gezicht loopt. Dat zit in het hout, dat had hij oorspronkelijk niet. Nou, dames en heren, u hebt zo'n beetje door mijn kamer heen gerommeld. En daardoor de bedoeling wellicht begrepen van de komende uitzendingen. En het is misschien nuttig die bedoeling nog even te formuleren. Dat zijn dus in de toekomst ongedwongen, ontspannen, vanzelfgaande gesprekjes met mensen waarvan ik houd, met wie ik mij verbonden voel, in wie ik iets zie en die ik ook aardig vind. Als het een vervelende vent is, dan is het de koning van Turkestan of de vicepresident van Armenië, ik weet niet of die mensen bestaan, als ze bestaan worden ze natuurlijk geknipt, dan komen ze de drempel van mijn huis niet over. En ik wil ook nog dit zeggen, dat wij niet van plan zijn iets voor te bereiden. We zullen wel een paar minuten voordat de catastrofe losbarst natuurlijk met elkaar ergens een glas bier drinken en een beetje met elkaar praten over de hoofdlijnen van het onderhoud. Ik zal ook zorgen dat het gesprek ligt in het vlak van de belangstelling van de deelnemende, vrouw of man. Maar daarmee zijn de voorbereidingen dan ook uitgeput. We doen daar verder niets aan. En alleen op die wijze ontstaat de mogelijkheid, wordt de kans geboren dat we een gesprek krijgen van hart tot hart. En dat vind ik belangrijk en ik hoop dat dat lukt. Misschien lukt het niet, maar dat is althans de bedoeling. Heet u welkom in Ketelbond. Aan de vaststelling van wie er ontstaan,
de medewerking van uw aller aanwezigheid het karakter eener slechtere viering geeft. Ik verwacht dat tussen de meubelen en voorwerpen der gezelligheid de vriendschap hier hoogtij zal vieren en dat bij een dronk uit glas of porselein soms woorden hoorbaar zullen zijn die plotseling sympathieën doen uitkomen tussen vriendengeesten die niet wisten elkaar zo na te staan. Uit welke vereniging van gedachten en inzichten heropvattingen wel waarheden ontspringen die meedoen in de hoogte van het geestelijk leven der wereld. Ja, dames en heren, u hebt zojuist gehoord de stem van Lodewijk van Dijssel. Zwak en misschien voor een gedeelte onhoorbaar, omdat Tijm op dat moment, het was 11 maart 1950, ziek was en te bed lag. Hij is ook 2 jaar later gestorven. Tijm heeft met die reden onze artiestensociëteit geopend. We hebben die staande hier beluisterd in zijn afwezigheid. Naast zijn bed stond een bel en die bel is ons door mevrouw Mulder geschonken. Die bel staat: ik klonk bij Tijm aan het ledikant, thans zing ik door in Dijsselband. Dit is het geluid waarmee hier de plechtige gebeurtenissen worden ingeluid. Neemt u me niet kwalijk dat ik u even stoor, meneer Bolmans, maar u gebruikte net het woord Dijsselband. Wat is dat eigenlijk, Dijsselband? Dat is, zoals ik u al een beetje aangaf, een verzameling kunstenaars of kunstminnenden die hier in een kelder bij elkaar komen om van gedachten te wisselen, gesprekken te voeren. Gesprekken die soms nogal hooglopend zijn en soms wordt er een lid neergeslagen. Het is jammer, maar het is zojuist gebeurd. Hier ligt er eentje. Mag ik even kijken hoe die maakt? Dat vind ik wel griezelig. Nee, dat is voor ons even gewoon. Nee, hij maakt het niet goed. Nou, zullen we maar even laten rusten dan? Ja, het is jammer. Zo'n man die ontvalt ons dan, en dat scheelt in de contributie natuurlijk. Ja. Maar hoe is die naam ontstaan, Dijsselband? Het is een beetje, voor mij een beetje vreemd klinkende naam, hè? Voor ons ook. Het is zo dat hierboven, in restaurant Brinkman, maar toen was het nog geen restaurant, is overleden de dichter Willem Bilderdijk. En Willem Bilderdijk was een vreemde man die noemde zich graaf van Dijsselband, zonder enige historische grond, dat deed hij zo mee. Maar hij eiste van zijn dochters, hij had er onnoemelijk veel, het juiste getal wil ik u nou niet noemen, eiste hij dat ze hem aanspraken en ook hun brieven richtten als graaf van Dijsselband. En hij schrijft ook aan zijn dochter Louise: ik heb u toch zo vaak vermaand mij te noemen graaf van Dijsselband. En ik verzoek u dat gij u gedraagt naar de adel van uw bloed. En dan vervolgt hij die brief met deze verrassende zinsnede: nederigheid, mijn kind, is een van de hoofddeugden van den oprechten christen. Een merkwaardig slot, wat ik u toch niet onthouden wil. Ja, dank u wel. En is het nou erg moeilijk om lid te worden van deze kring, van de Dijsselband? Bijna onmogelijk. Ja. Het is ongelooflijk lastig. Je moet, zoals ik al zei, eerst kunstenaar zijn. En dan moet je ook zijn van onberispelijke levenswandel en volstrekt onverdachte zeden. Het was voor mij vrij eenvoudig om lid te worden natuurlijk. De vrouwen moeten beeldschoon zijn. U zou dus onmiddellijk lid kunnen worden. Dank u. En verder is er een examencommissie onder voorzitterschap van meester Hellema, de huidige voorzitter, die de leden ondervraagt en ook hun gangen nagaat. Komt dus wel eens voor dat een aspirant wordt waargenomen aan de overkant, drinkende een glaasje melk in een café. Dan is het al meteen afgelopen. Nee, dat kan niet, dat begrijp ik wel. Even een andere voorzitter, vroeger voorzitter was Landré, een zeer bekwaam president. De eerste president was ik zelf. En daarna hebben we nog gehad Jan Brans, een van de steunpilaren van Dijsselband. Ik noem hem met hart altijd van Dijsselband. Maar dat is nu niet in de orde. Nee. En
Zijn er hier... Ik geloof dat hier nog iemand is die ook pas lid is geworden. Ja, het is zo verschrikkelijk moeilijk dat men doet van alles om lid te worden. Men smijt ook met bankbiljetten, maar daar trekken we ons niets van aan. Ja. Wij keken gewoon, is iemand kunstenaar? Ja. En we hebben dan ook kort geleden aangenomen, na een enorm onderzoek, Sas Bunge, een pianist en componist. En die man is zo blij, die zal nu waarschijnlijk iets spelen. Ik geloof Judo van Ravel. Dag meneer Bormans, ik heb u net al gehoord en u hebt gehad dat het zo moeilijk is om hier tijdens het binnen te komen. Maar hebt u al eens gerealiseerd hoe moeilijk het is voor mij om de mensen er weer uit te krijgen? Nee, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Maar heb je daar een bepaalde methode voor, Henk? Inderdaad meneer Bormans, ik tap eenvoudig niet meer. Oh. Mag ik nog een glaasje water, Henk? Heel kleintje, heel kleintje. Spijt me wel meneer André. Ik dacht niet meer, het is de hoogste tijd. Wij gaan sluiten. Vanilla. Dag. 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 Heb gezien, in mijn geest en verbeelding is thans werkelijkheid. Het Hildebrandmonument, opgericht te Haarlem, in de Haarlemmerhout, is een deel geworden van de schone stad en prachtige hout waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Uit herinneringen aan mijn jonge jaren is dit werk ontstaan en gegroeid. Ik draag dit monument op aan de jeugd van Haarlem. Iets wat terzijde van het rumoer in de receptietent treffen we een lid van het comité aan, dat is de schrijver Godfried Bormans. U was lid van het comité. Wordt het comité eigenlijk ontbonden nu alles klaar is? Niks daarvan hoor. Wij blijven bij elkaar. We vinden het heel leuk dat we een comité hebben. Ik ben lid van zo weinig comité's. Ik hou dit met hand en tand vast. En wij blijven ook vergaderen, hoewel we niets te bespreken hebben. Dat hadden we in de afgelopen 50 jaar ook niet. En wij hebben ook regelmatig dinertjes in verschillende plaatselijke tapperijen. Ik mag de namen niet noemen, dat weet u. Maar ze branden op mijn lippen. Nog een andere vraag. Ik neem aan dat in dat 50-jarig bestaan van dat comité een enorm archief is ontstaan. Wat is het lot daarvan eigenlijk? Een enorm archief, ja, dat is onafzienbaar. 50 jaar hebben wij dus beraadslaagd. En het wordt afgestaan aan het gemeentearchief van Haarlem. Dat is pas verbouwd, daar is een nieuwe vleugel. En wij hopen dat het daarin kan. Het personeel is ook uitgebreid. Dus misschien kunnen ze het bergen. En ik hoop ook in mijn oude dag ergens een stoeltje te krijgen en daar kosteloos te mogen lezen en mee te verdiepen in de dagen van weleer, toen het zo warm was en zo ver. Allemaal. Goddank had ik een schone zakdoek. Dames en heren, u zult dadelijk zien The Mystery of Edwin Drood. Een boek van Charles Dickens, het laatste wat hij geschreven heeft en dat hij nimmer heeft voltooid. Hij stierf precies halverwege. Hij zat te werken 8 juni 1870, dus bijna een halve eeuw, bijna een eeuw geleden, in een prieeltje achter in zijn tuin. Ik geloof dat ik een foto van dat prieeltje heb. Ja, hier is het al. Het is een tuinhuisje wat hij gekregen had van bewonderaars in Zwitserland. Hij schreef in het bovenste gedeelte dat met een trap aan de buitenzijde te bereiken was. U ziet ook die trap hier. In het bovenste kamertje had hij een gezicht op de rivier de Medway. En daar in alle rust en stilte schreef hij zijn laatste boek. Ofschoon hij moeizaam werkte, ziet u eens wat een... doorhalingen
en correcties er in zo'n manuscript zitten, dit is de laatste bladzijde, was zijn handschrift vast en vloeiend. Het schrift van een man in de kracht van zijn jaren. Dickens was precies 58 jaar. De etensbel in de verte luidde, hij had juist een hoofdstuk voltooid en zette er een krul onder voor de zetter om aan te geven dat er hier ruimte moest komen. Hij wandelde terug naar huis, het eten stond nog niet op tafel en hij schreef nog 2 brieven. Die zal ik u eens laten zien. De eerste is deze, geschreven precies een half uur voor zijn dood. Volledig ondertekend met een ferme hand. De tweede geschreven 3 minuten voor zijn dood. Alleen ondertekend door 2 initialen CD en in een al beverige letter. Het is net of de dood hier al zijn hand op de pagina gelegd heeft. Na de dood van Dickens deed zich een enorme complicatie voor. Je zou zo zeggen, ja, het boek was niet voltooid, berg dan het manuscript op in een la. Dat kon niet. Het was al gepubliceerd. En daarover zult u zich verwonderen, maar Dickens schreef in maandelijkse afleveringen. Hij had er gepland 12 en heeft er voltooid 6. 12 afleveringen was een klein boek voor zijn doen. Ik zal u het kafje van zo'n aflevering eens laten zien. Ik heb het hier vlak in de buurt liggen. Ja, hier ligt het. Hier is het kafje van The Mystery of Edwin Drood. Dames en heren, duizenden speurders in Engeland en Amerika hebben zich met de tweede helft bezig gehouden, hebben oplossingen geschreven. Er is een hele Drood-bibliotheek bestaat erover. En de oplossing die u dadelijk op uw scherm te zien krijgt, is er een van John Dixon Carr, een bekend detective schrijver. Carr houdt zich natuurlijk in deze aflevering bezig met het gedeelte wat Dickens voltooid heeft. Wij zien daar de hoofdfiguur Jasper, de vermeende moordenaar van Edwin Drood. Jasper is een gespleten figuur, het is het Jekyll en Hyde motief, naar buiten toe respectabel. Hij is leider van een koor in de kathedraal van Cloisterham, leidt een zeer liturgisch ingetogen leven, een stijve man. Maar hij heeft een dubbel leven. Hij bezoekt een opiumkit in Londen. Daar in de verdoving laat hij zich de namen Ned en Rose ontvallen. Ned is Edwin Drood, waarvan hij voogd is. Rosa is de verloofde van Edwin Drood, waarop Jasper verliefd is. Hij heeft er een ontzaglijke passie voor en besluit Ned te doden. Er komt nu een ontmoeting van Crisparkle, een kanunnik van de kathedraal, die hem verwijt dat hij de vorige dag niet op de repetitie geweest is. Jasper vindt een uitvlucht en zegt, ja, ik moet regelmatig naar een dokter in Londen, mijn gezondheid is niet zo goed. En dan krijg je een bezoek van Edwin Drood aan Jasper. Drood stelt een toast in op zijn verloofde en heft een glas wijn. En Jasper begint te beven en te sidderen. Iets overdreven, dacht ik, in deze film, want zo beeft niemand. En daaruit blijkt dat hij een hartstocht heeft voor dit meisje. We krijgen dan een kostschool te zien waar Rosa Dartle op verblijft. Het instituut voor dames uit een goede stand. En daar ontvangt ze bezoek van Edwin Drood. Het is een heel cool bezoek. Twee jonge mensen die werkelijk van elkaar houden, die gaan zo niet met elkaar om. Het is dan ook een afspraak. Die ouders hebben bedacht dat hun twee kinderen met elkaar moeten trouwen. Die afspraak is niet bindend en ze besluiten hem dan ook te annuleren. Later komt Jasper binnen. Rosa is bang voor hem. Ze voelt in hem een lugubere, enge man. Edwin praat er lucht overheen. En dan krijgen we een merkwaardige passage. Het bezoek van Jasper aan het kerkhof. Hij besluit, zoals ik u al gezegd heb, Edwin te doden. Maar je moet ook, als je iemand vermoord hebt, het lijk zien kwijt te raken, zoals sommigen van u uit ervaring weten. En hij kiest daarvoor een leeg graf. Het graf van Sapsie. Hij sluit de vriendschap met de kerkhofbewaarder. Hij verdooft hem met wijn en ontfutselt hem de sleutels en andere geheimen. En dan, ik zei u al, de eigenaar van het graf is Sapsie, een onmetelijke opschepper, burgemeester van die gemeente.
Dit is een heel merkwaardig stuk dat even toelichting behoeft. Sepsie die ziet de sjaal van Jasper. En met die sjaal wil hij Edwin Drood wurgen. En hij, Sepsie wordt getroffen door de stof en de snit van die sjaal. Praat erover. En Jasper raakt er zo van overstuur, die valt bijna bewusteloos. Ook dit wordt vertoond, zodat men ziet dat de regisseur niet van halve maatregelen houdt. Dan verschijnt er nog ten tonele Neville en Helena. Tweelingbroer en zuster, twee zeer onevenwichtige mensen. Helena kent Jasper van vroeger. En Neville vat al meteen een antipathie op tegen Edwin Drood, die zijn verloofde zo slordig behandelt. Hij vindt het zelf een aardig meisje, raakt ook op haar verliefd. Na tafel, er is een dinertje, zal Rosa een liedje zingen. En daar biologeert Jasper. Hij heeft de gave van het magnetisme, wat men die dagen mesmerisme noemde. Een gave die ook Dickens bezat. En zij barst in tranen uit. Deze aflevering besluit met opnieuw een bezoek van Jasper aan de opiumkit. Behalve dat hij de namen Ned en Rose fluistert, praat hij ook over de sleutels van het graf. En dat vrouwtje wat hem van opium voorziet, vermoedt zijn geheim, besluit hem te chanteren en vindt ook in zijn zak het retourbiljet van Londen naar Cloisterham. Ze weet dus nu zijn adres, althans de woonplaats waar hij woont. En dat heeft in de tweede aflevering gevolg. Ik hoop met deze enkele opmerkingen u de zaak enigszins verhelderd te hebben. Sprookjes en vroeg schrijfwerk. Godfried Bomans werd als schrijver vooral bekend door Pieter Bas, Erik of het Kleine Insectenboek en zijn sprookjes. De sprookjesachtige wereld van de fantasie bood Bomans bescherming tegen de boze buitenwereld. Bomans heeft altijd naar geborgenheid gezocht. Zijn populariteit als schrijver nam een enorme vlucht met zijn stripverhalen over Pa Pinkelman en zijn artikelen en columns in de Volkskrant en Elsevier's Weekblad. Ook hierin bekeek hij de wereld en het mensengewoel met een knipoog. Terecht wordt van Bomans gezegd: de spot die Bomans zich in zijn werk veroorlooft, richt zich nooit op concrete personen. Het zijn altijd voor iedereen herkenbare verschijnselen, die hij bestrijdt op een manier waarbij niemand het zich persoonlijk hoeft aan te trekken. Vaak keert hij zich tegen dingen waarvan hij weet dat velen het met hem eens zullen zijn. Zo schept hij een band met de lezer, die zich opgenomen voelt in een kring van gelijkgestemden. Ook dit is typisch Bomans. Hij creëert een veilige wereld van geborgenheid en saamhorigheid, waarin men zich op jongensachtige wijze vrolijk kan maken over zaken die als lachwekkend, onjuist of bedreigend worden ervaren. Hans Christian Andersen, de wereldvermaarde sprookjesdichter, werd geboren in 1805 in een kleine stad in Denemarken. Op 14-jarige leeftijd vertrok de jonge Hans Christian alleen naar Kopenhagen om daar zijn geluk te beproeven. Een rijke koopman, Jonas Collin, trok zich zijn lot aan en liet de jongen studeren. Andersens loopbaan als schrijver zou waarschijnlijk nauwelijks opgemerkt zijn gebleven als hij niet bij wijze van tijdverdrijf op omstreeks 30-jarige leeftijd was begonnen met het schrijven van sprookjes die hij zelf aanvankelijk weinig au sérieux nam. Toch zijn het deze sprookjes geweest die hem reeds tijdens zijn leven een wereldfaam hebben bezorgd tot ver buiten zijn geboorteland, waar het publiek hem op grond van zijn menselijke eigenaardigheden altijd wat spottend heeft bezien en hem pas tegen het eind van zijn leven de erkenning en hulde heeft geboden die hij juist bij hen altijd zo bitter gemist heeft. Dat was in 1867, toen hij als een gevierd man in zijn geboorteplaats Odenzee terugkeerde en het ereburgerschap kreeg aangeboden. Hij stierf in 1875. Meer dan het in Kopenhagen voor hem opgerichte standbeeld getuigen zijn sprookjes, die nu bijna een eeuw na zijn dood nog alom worden gelezen, van het genie van de schrijver Hans Christian Andersen, de schepper van een oeuvre van pretentieloze korte verhalen die voor de wereld van vandaag nog steeds leven. Sprookjes die oppervlakkig misschien de indruk wekken alleen voor kinderen geschreven te zijn, maar die daarnaast, en misschien juist vooral voor volwassenen, werelden van milde humor, bizarre fantasie
speelse ironie en wezenlijk dichterschap ontsluiten. We hebben vanavond een gast die ons hier meer over kan vertellen. Hij heeft zelf een sprookjesboek geschreven en geldt als kenner van de literatuur der 19e eeuw. Godfried Bomans. Meneer Bomans, kunt u ons iets meer vertellen over de mens Andersen? Niemand, mevrouw Andersen, kan iets vertellen over een genie. Want genieën zijn net zoals vulkanen, het zijn natuurproducten. Opeens zijn ze er en ze zijn ook niet uit te leggen. Iets is er wel van te zeggen van Andersen. Hij was een kind. En dat is de sleutel van zijn hele leven, van zijn hele werk. U moet zich dus niet voorstellen dat Andersen als volwassene op zijn hurken ging zitten en in een hele kinderlijke stijl die sprookjes ging schrijven. Nee, wat hij schreef, dat was zijn eigen taal. Hij was een kind. En je kunt het ook zien aan zijn bezigheden. Hij knutselde ook graag. Hij maakte bijvoorbeeld heel graag knipsels. Ik wil u zo graag eens een knipsel laten zien. Dat is van Andersen wat u daar ziet. Dat heeft hij zelf geknipt. Dus niet getekend, maar direct met een schaar uitgeknipt, zoals het ook bij een scherensnied behoort. Een ander knipsel, ook van Andersen, ziet u hier. Dat is symmetrisch. Heeft u dus bereikt door een papier eerst in tweeën te vouwen, te knippen en toen open te vouwen. Dan krijg je deze toch prachtige voorstelling. Wat ook bij een kind behoort, is een beminnelijk egoïsme. Wat in een volwassene soms een beetje irritant is. Andersen probeerde naar zich toe te halen. En hij had een bijna pathologische honger naar roem. Hij reisde ook alle vorstenhoven in Europa af om dat maar te bemachtigen. Hij is ook met dat doel hier twee keer in Holland geweest. Ik kwam natuurlijk bij Van Lennep terecht. Maar de eigenlijke reden waarom hij naar Amsterdam kwam, was dat hij in Hamburg had gehoord dat er in de Kalverstraat bij een boekwinkel in de etalage zijn portret stond. En hij is helemaal naar Amsterdam gegaan met een diligence en een koets en een stukje trein. En voor die etalage is hij in tranen uitgebarsten. Van ontroering. Ja. Uit dit alles blijkt toch dat Andersen weinig zelfvertrouwen had. Kunt u ons dat verklaren? Het is moeilijk. Het is ook zo vreemd om te bedenken dat iemand die in 70 talen vertaald is, geen zelfvertrouwen zou hebben. En het is nochtans waar. De vervaardiger van deze sprookjes had geen enkel zelfvertrouwen. En als u mij vraagt naar de oorzaak hiervan, dan geloof ik dat de wortel ligt, zoals bij ons allemaal trouwens, in de vroegste jeugd. Anders heeft zijn vader bijna niet gekend. Zijn moeder was werkster, had weinig tijd voor hem. Het was bovendien een lelijke jongen. Hij heeft dat ook verbeeld in het lelijke jonge eentje waar later een zwaan uit voortkomt. En hij heeft van zijn moeder niet die liefde gehad waar hij behoefte aan had. En zijn hele leven is dus een inhalen van die gemiste moederliefde. En we zien dat ook in een prachtig sprookje van hem, waar hij de moeder sublimeert. Hij heeft een ideale moeder gemaakt die alles voor haar kind over heeft. En die het kind het geluk wil geven dat hem Andersen onthouden was. Hoe wonderlijk is het om te zien hoe een groot kunstenaar juist uit wat hij tekort is gekomen met de toverstaf van zijn kunst het water slaat van dit sprookje. Andersen heeft hij werkelijk uit een gemis iets gemaakt. Zijn verhouding met vrouwen was er ook een uiterst wonderlijke. Hij zag in hen alle een soort moeders door wie hij kon inhalen wat hij als kind gemist had. Toch is Andersen twee keer in zijn leven werkelijk verliefd geweest en heeft hij behalve inhalen ook willen geven. De eerste vrouw was een jeugdliefde en ze heette Ribar Voogd, een boerenmeisje van het land. En ze heeft hem nooit bemind. Andersen heeft haar nooit vergeten en toen hij gestorven was, heeft zijn vriend Edward Collins
op zijn lijk een brief gevonden van haar. Heeft die brief ongeopend verbrand. De tweede vrouw waar Andersen vol van geweest is, zonder dat hij haar heeft kunnen veroveren, was de beroemde Deense zangeres Jenny Lind. Genoemd de Zweedse nachtegaal. Dit is een wat zoet portret, maar ze was in wezen een zeer gepassioneerde vrouw. Beroemd tot in de verste uithoeken van de aarde. Ze kon ballet dansen, toneelspelen en zingen. Maar ze heeft Andersen geen wederliefde geschonken. En toen hij haar een brief schreef met een echt aanzoek erin, had ze de wreedheid hem een spiegeltje terug te sturen. Daarmee zeggend, je bent lelijk. Op die belediging heeft Andersen zich gerevangeerd, zich gewroken in zijn kunst. Die kunst, daar zullen we dadelijk een sprookje van horen. En dat is het sprookje van de standvastige tinnen soldaat. Die soldaat is Andersen zelf. En het danseresje, het balletdanseresje wat daarin voorkomt, is Jenny Lind. Die twee koningskinderen kunnen elkaar niet krijgen, het water was veel te diep. Maar voor we dit gaan beluisteren, wil ik u één ding zeggen. Dat, terwijl de sprookjes van Grimm en van Perrault echte kindersprookjes zijn, die van Andersen tevens geschreven werden voor volwassenen. En Andersen was zich daar zeer van bewust, hij wilde ook iets zeggen voor volwassenen en ze bevatten ook iets voor de grote mensen. Ze hebben als het ware een dubbele bodem. Wij gaan nu horen de standvastige tinnen soldaat, de tragedie van deze beroemde sprookjes vertellen, die vergeefs dong naar de liefde van Jenny Lind. Er waren eens 25 tinnen soldaten. Ze waren allemaal broers, want alle 25 kwamen ze van één oude tinnen lepel. Het geweer had. Vroegen de keizer nieuwsgierig, we zijn elkaar aan het gezicht. Het rijk te verdelen, antwoorden ze maar. Het wordt telkens kleiner, dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. Stap maar in, riep de keizer dus, en werk het nog beter dan je broer. Zo gebeurde het dat de drie broers in het paleis van de keizer mochten wonen. Ze gaven het aan dat ze expres deden. Dus, en dat was je. En zo gebeurde het dat de drie broers in het paleis van de keizer mochten wonen. Ze gaven de domste antwoorden, maar iedereen dacht dat ze het expres deden. En dat was nu juist het aardige ervan. De oude nar echter werd heel verdrietig. Meneer Bomans, waarom heeft u deze sprookjes geschreven? Ja, dat is een moeilijke vraag. Waarom schrijf je? Het kortste antwoord is omdat het tijd was. Je kunt die dingen natuurlijk niet forceren. Ik heb 20 jaar geleden mijn eerste sprookjesboek geschreven. En daarna nooit meer aan gedacht. En nu woon ik hier in een oud huis met een oude verwilderde tuin en opeens kwam het weer terug en heb ik 24 nieuwe sprookjes geschreven. Je kunt je dat niet voornemen, dat klopt op de deur en je moet open doen.
Je kunt het ook niet open doen. Maar je kunt niet voorspellen dat de bezoeker komt. Wat is nu de speciale moeilijkheid bij het schrijven van sprookjes? Oh, vele, vele. Een hele grote moeilijkheid is bijvoorbeeld dat je moet sober schrijven. Direct, eenvoudig. En dat vraagt van de schrijver een zekere ascese. Hij moet zich inhouden. Bijvoorbeeld allerlei nuances zoals sarcasme, ironie, een bepaald soort humor. Dat is gevaarlijk goedje. Als je daar te veel van gebruikt, dan ga je het sprookje ondergraven. Want de humor komt uit twijfel voort. En het sprookje is werkelijk gebeurd. De schrijver moet althans dat suggereren. Het is echt gebeurd. En hij mag niet twijfelen. Het is een vorm van epiek. Moet het sprookje per se moralistisch zijn? Hierbij op een randgebied. Doe je dat te sterk, dan wordt het sprookje didactisch. Dan word je een schoolmeester. Maar het kwaad moet wel gestraft en het goede moet wel beloond worden. Een kind heeft een hele sterk gevoel voor rechtvaardigheidszin, trouwens alle mensen. En aan die wetten moeten voldaan worden. Maar niet te sterk, dacht ik. Vindt u het juist dat het sprookje wordt beschouwd als kinderliteratuur bij uitstek? Andersen is vreselijk kwaad geworden toen ze een standbeeld voor hem opgericht hebben in Kopenhagen met twee kinderen aan zijn knie. Het was van brons, hij kon niet stuk slaan, het was te laat. Maar hij zei, ik heb ook voor de volwassenen geschreven en dat hij blijkt ook gelijk te hebben. De sprookjes van Andersen worden gelezen door volwassenen. Sprookjes van Grimm niet. Dat zijn echte kinderonthoudsmärchen. En de sprookjes van Perrault ook eigenlijk niet. De sprookjes van Andersen wel. En hoewel ik me helemaal niet met Andersen wil vergelijken, mijn sprookjes ook. Ik heb dus geschreven voor de volwassenen ook. Omdat in al die koffertjes zit een dubbele bodem. En ik doe of ik niks aan te geven heb, maar er zit wel het een en ander in. Hoe is nu de samenwerking geweest met de illustratrice, mevrouw Korthals-Alters, en u? Ja, je moet daarmee boffen. Je moet dus de kunstenaar of kunstenares vinden die bereid is zich te laten verzinken in jouw droomwereld. En die bereidheid was bij haar. En ze heeft die sprookjes dus geïllustreerd in het klimaat waarin ze geschreven zijn. En er is een zekere samenwerking, die mag ook niet te hevig zijn. De kunstenares heeft haar, de tekenares heeft haar eigen gebied en daar mag de schrijver niet te veel intreden. Evenmin als ik van haar zou accepteren als ze zei, het moet zo en zo. Ieder heeft zijn eigen autonome gebied. Het is dus wel een samenwerking, maar met een groot respect voor elkaars autonomie. In de zomervakantie krijgt ons land er altijd heel veel steden en dorpen bij. In veel gemeenten verrijst er in een paar dagen een nieuwe wijk. Je ziet dan timmerlieden en timmervrouwen bezig met spijkers, hamer, nijptang en zaag. Er zijn huisschilders en schilderessen en natuurlijk ook ruitenzetters en zetsters. En niet te vergeten pannenleggers en legsters die hoog en droog de handen uit de mouwen steken. Ook mannen en vrouwen van de telefoondienst en elektriciëns zijn in actie. Allemaal werken ze hard om huizen te bouwen en politiebureaus, want orde en bewaking moet er zijn. Zo nodig helpt een speciale afdeling van de marine de politie mee. Zoals in elk dorp en elke stad vind je ook in zo'n jeugddorp winkels en bedrijven.
En natuurlijk mag een gemeentehuis evenmin ontbreken. Er zijn veel jeugddorpen en steden in de afgelopen weken gebouwd. En dat idee van de mensen van het hervormd streekcentrum in de Hoekse Waard is dan ook niet zo buitengewoon. Toch was hier iets bijzonders aan de hand. Deze jeugdstad was een insectenstad. Alle kinderen die meededen kenden het verhaal Erik dat werd geschreven door Godfried Bomans. Het is het verhaal van een jongen die heel klein wordt en die dan een tocht maakt door het land Wollewij waar massa's insecten wonen. De meisjes en jongens van de Hoekse Waard hebben dat land Wollewij nagebouwd. Er waren er die zich verkleedden als een of ander insect en ze speelden een week lang in hun land. De duizendpoten hadden er hun schoenmakerij. Je begrijpt dat deze schoenmaker heel wat had te doen. En ze hielden er elkaar voor de mal. Maar bij een echte brand zouden vooral de mieren maatregelen getroffen hebben. De schrijver van Erik, Godfried Bomans, kwam zelf kijken en hij ging samen met de kinderen en de bijen, torren, vlinders, spinnen, slakken, mieren en duizendpoten op zoek naar Erik. Ja, jongens en meisjes, jullie hebben een dorp gemaakt naar een boek. Hoe heet dat boek? Ja, en wie heeft dat geschreven? Ja, en dat ben ik. Ik heb het heel lang geleden geschreven, maar ik wist natuurlijk niet dat jullie een dorp zouden maken. Ja, en vinden jullie het leuk, het dorp? Ik ben een boy. En toen het er net regende, lekte toen de daken? Ja! En vond je dat leuk dat het lekte? Ja! En zou je het leuk vinden als het thuis ook lekte? Nee! Zou je het leuk vinden als het regende in je bed? Ja, maar is dat wel leuk? Ja, maar het is toch wel leuk om in bed te zitten met een paraplu op. Vind je dat niet leuk? Ja! Hè? Dat vind je wel leuk? Ja! Nee, vind je het niet leuk? En Erik, die komt in een land terecht. Hoe heet dat land? Wollewij. Ja. Ja, is alle twee goed. Ja. En hoe stapt hij erin, weet je dat nog? Ja, door een lijst. Door een lijst. Hebben jullie die lijst? Ja! Waar is die dan? Hier. Oh ja, zullen we hem gaan zoeken? Kom maar mee. Waar is Erik? Zullen we hem gaan zoeken? Zoeken in alle hoeken. Zoeken waar hij is. Waar is Erik? Bij je bouwen dorpen in de Hoekse Waard. We werken ons een baapje, dat is het wel waard. Wat ben jij? Kapper. Kapper van wat? Van de bijen. Moeten die gekapt worden? Nou ja, soms bijgeschoren. Oh, maar de vrouwelijke bijen hoef je toch niet te scheren, hè? Nee, dat doet de Die worden geknipt. Oh ja, ja. En wat ben jij? Ik ben telefonist. Ook een bij? Ja. Oh ja? Wie bel je dan op? Nou, andere bijen? Andere bijen. Oh ja, maar geen andere insecten? Nee. Alleen bijen? Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. En telefoneer je veel? Ja, soms wel. Hoe lang wonen jullie hier al? Nou... Een paar dagen? Dagen vijf. En wanneer is het afgelopen? Nou, vanavond. Vind je het jammer? Ja, heel jammer. Ja. Zou je willen dat het nog wat langer duurde? Ik wel. Oh ja. Bent u de leidsters? Ja. Vindt u het ook jammer dat het afgelopen is? Ja, we zitten heel lang. Ja? Waarom kan het niet wat langer blijven? Ja, elke keer moet ik naar school. Naar school? Ja, toch niet!
zijn toren wit en dik, werken de hele dag in schrik. Ja, kom hier. Zijn jullie? Zijn jullie één slak? Ja. Bij elkaar één slak. En is er wel een zout op jullie gelegd? Nee. En moeten jullie de hele dag heel langzaam lopen? En waar is het slakkenhuisje? Kruip jullie er nou eens in, dat wil ik zo graag zien. Doe maar jongens, doe maar. Gaat het nog? Ja, nog eentje. Wat zijn jullie? Spinnen? Oh ja. Wie is de hoofdspin? Jij? Ik. Ben jij de hoofdspin? Nee. Heb je al... Hé? Hé? Hey. Oh ja. Heb je al een mug gevangen? Ja. En een bromvlieg? Ja. Was je vader ook spin? Nee. Nee? Jullie zijn de enige in de familie? Ja. Oh. Mijn vader was bromvlieg. Je vader was bromvlieg. Oh ja. En nadat meneer Bomans overal in het land Wollewij was geweest, kon hij nog met iedereen meezingen, waar is Erik? Niemand had Erik gevonden, hij was nergens. Of misschien juist overal. Want waren al die meisjes en jongens eigenlijk zelf niet Erik, toen ze zo'n fijne tijd in hun eigen insectenland Wollewij beleefden? Zoek hem op, want hij is klein. Weten jullie waar ik kan zijn? Waar is Erik? Waar is Erik? Zullen we hem
heer Godfried Bomans werd in dit herenhuis te Haarlem geboren. Bomans, een van de meest gelezen en meest vertaalde schrijvers van Nederland. Schepper van Erik, Pieter Bas en heerlijke sprookjes voor grote mensen. Hij was een dwarskijker, een cynicus, humorogen, wat pose, verrassend, mild, strijdlustig. Een stuntman in een luchtballon met veel tegenspoed. Hij was een bewonderaar van de grote Engelsman Charles Dickens en voorzitter van het Dickensgenootschap. Bewonderaar ook van de Vlaming Willem Elschot. Bomans, wereldreiziger tegen wil en dank. TV-conferencier met Corrie Brokke of Marlene Dietrich. Tot aan zijn dood op 22 december 1971 woonde hij met vrouw en dochter hier te Bloemendaal bij Haarlem. De schooltelevisie was bij hem te gast in 1967. Wij laten u dat bezoek opnieuw meebeleven. Wat inspireerde hem bijvoorbeeld? Mensen denken vaak, je zit in een mooie tuin, dat is poëtisch en dat zal je aansporen om te schrijven. Maar het tegendeel is het geval. Ten eerste heeft het praktische bezwaren. Er vallen spinnen en mieren naar beneden. Je wordt gebeten door een kakkerlak. Een duif laat iets vallen op je papier. En daar moet je dan omheen schrijven. En dat is allemaal lastig. Bovendien is er nog dit. Kijk, je wil iets moois maken. En dan moet de omgeving niet mooi zijn. Omdat schrijven, dat doe je vanuit een contrast. Je zit dus liever in een kale kamer en maakt in die kamer iets warms. Maar die kamer zelf moet koud zijn. En de natuur is veel te mooi om daar nog iets moois bij te maken. Het is een tegenstelling. Het is net zoals als je bij een kachel zit, in een kamertje, dan moet het buiten koud zijn. Dan ontstaat het gevoel van knusheid. Je kunt het niet knus hebben als het buiten ook warm is. En zo is het ook met schrijven. Je schrijft in een kale ruimte en probeert daar iets op te bouwen. En de natuur is veel te mooi dat je de behoefte hebt daar nog iets moois aan toe te voegen. Trouwens, je kunt die natuur toch niet overtreffen. Dus ik schrijf nooit in de tuin. Iedere schrijver heeft een boek geschreven waardoor hij het meest bekend is. En dat is in mijn geval Erik of het Klein Insectenboek. En dat geldt vooral in Vlaanderen, omdat op de Nederlands sprekende scholen in België Erik een verplicht boek is. Helaas, want ik geloof dat de liefde voor een schrijver niet bepaald aanwakkert als je hem moet lezen. Ik heb dat Belgische schoolboek ook in handen gehad. Achter elk hoofdstuk staan een stuk of 8 vragen. Wat heeft Bomans bedoeld met de meikever op bladzijde 3? Of wat is de bedoeling van Bomans geweest bij een slak op bladzijde 5? En dan lees ik dat en dan staan er achter de antwoorden. En helemaal achterin staan geloof ik nog 40 vragen, die zijn nog dieper. Ik heb ze allemaal bekeken en ongeveer een kwart daarvan kan ik beantwoorden. De rest gaat mij te hoog. Daar ben ik niet intelligent genoeg voor. Wat die schoolmeesters in België bedacht hebben, dat gaat boven mijn pet. Ze zijn dieper dan ik. Nou, dat boekje heb ik geschreven in 1938, dat is voor de Eerste Wereldoorlog. Toen waren jullie ouders nog niet op de gedachte gekomen jullie te vervaardigen. Toen was ik al bezig in Nijmegen met schrijven. Er was een
heel stil huis. Ze hoorde aan een dame die ging naar Italië toe. En die liet een hond achter en een kat. En die zei, als je daarvoor zorgt, dan hoef je geen huur te betalen. Het huis lag in de bossen op een berg. En daar, onder het suizen van de bomen en het zingen van de vogels, in de doodse stilte, heb ik Erik geschreven in 3 weken tijd. Het is mijn meest gelezen boek. Ik persoonlijk hou er niet zo van. Ik hou trouwens van geen één van mijn boeken. Mensen vragen dat wel eens, wat vind je je beste boek? Dan zeg ik altijd, geen één. Een schrijver houdt wel van het boek dat hij gaat schrijven. Daarvan denkt hij dat het een meesterwerk is, dat de wereld uit zijn voegen zal lichten. Maar als hij het geschreven heeft, dan merkt hij dat hij het weer niet gehaald heeft. Het is net zoals je een steen gooit. Je denkt, ik ga die boom raken, maar hij blijft voor die boom liggen. De droom is altijd meer dan wat je ervan maakt. En als een schrijver zijn eigen boeken leest, dan denkt hij, hoe is bij God mogelijk dat ik dat geschreven heb, want hij is intussen veranderd. Ik weet niet of jullie wel eens in een dierentuin, in een artis geweest zijn. Dan zie je die slangen, die kruipen uit hun huiden. Die kruipen uit hun vel. En die kijken dan om en zien zo'n huid liggen, zo'n dode huid, waar het bloed uit is. Een gestorven ding. En zo is het ook met de boeken die je schrijft. Je kijkt om, je bladert erin. Je bent eruit gekropen. Je leeft er niet meer in. Het zijn dode hulzen. Ja, zo zit dat ongeveer. Ik heb ook sprookjes geschreven. 2 keer. 20 jaar geleden mijn eerste boek. Er waren 24 sprookjes. Een hele tijd geleden. En het vorig jaar heb ik het weer gedaan. Ook weer 24 sprookjes. Ik doe het overigens graag, maar het is moeilijk sprookjes schrijven, omdat je heel eenvoudig moet zijn. Het sprookje moet een taal gebruiken die simpel is. En je moet afzien van humor, althans een bepaald soort humor, van ironie, van sarcasme. Je moet allerlei stijlfiguren offeren. Iemand die vrij is om te schrijven, die gebruikt het hele orgel van de taal, maar in het sprookjes speel je op een harmonium, op een klein spinetje. En er zijn minder toetsen, maar die klinken ook fijner. Je moet niet op je hurken schrijven, je moet niet kinderachtig schrijven, je moet rechtuit schrijven. En daarin ascese beoefenen. Je moet snoeien, zo eenvoudig mogelijk zijn. En dan is er nog een tweede ding van het sprookje te vertellen. Dat het een boodschap moet hebben. Het is niet alleen een verhaal, maar dat verhaal heeft ook een dubbele bodem. Onder datgene wat je vertelt zit nog een laag. En die onderste laag waar het om gaat, die moet door de sprookjesverteller niet gezegd worden. Maar die wordt door hem te raden gegeven. Hij moet het suggereren. De lezer of de luisteraar merkt opeens dat er een tweede betekenis is. En wat ik ook nog van het sprookje zou willen zeggen, dat is nogal ingewikkeld om uit te leggen. Het moet dus simpel zijn. En het moet een boodschap hebben. Maar het moet ook de zinnen waar het op aankomt repeteren. Er zijn in elk sprookje bepaalde sleutelzinnen waar het op aankomt. En die komen telkens terug. En door die herhaling krijgt het sprookje een episch karakter. In het sprookje wat ik dadelijk ga voorlezen is dat bijvoorbeeld de zin, ik wist het wel. Dat is de dood die dat zegt. Ik wist het wel. En een tweede zin is, dat is een lieve gedachte. Die twee zinnen, daar gaat het om. En die komen telkens terug. Dat gebeurt in veel sprookjes. Er zijn weinig mensen die sprookjes schrijven, omdat de meeste sprookjes die worden door het volk gemaakt, zoals de sprookjes van Grimm.
En de sprookjes van moeder de gans. En zoveel. Het is intussen wel gebeurd dat een man een sprookje maakt. Eén kunstenaar, dat was bijvoorbeeld Hans Christian Andersen. Die heeft op een kamertje met zijn ganzenveer alleen sprookjes bedacht. Maar dat gebeurt zelden. Ik heb het in Nederland geprobeerd. En ik weet niet of het gelukt is. Maar we zullen dat zien. Ik ga nu dadelijk voorlezen een sprookje wat heel kort is. Heel kort en wat duidelijk een dubbele bodem heeft. Dit sprookje heet De koning die niet dood wilde. Zo heet het. Er was eens een koning en die ging dood. Maar hij wilde het niet. Hij hield het horloge van zijn gestorven moeder onder zijn nachthemd verborgen. En hij dacht bij zichzelf, zolang dat tikt, kan mij niets overkomen. Het horloge speelde alle uren en de koning luisterde verrukt naar het fijne getinkel. En weer dacht hij, zolang dat speelt, blijf ik leven. Want mijn moeder heeft nooit gewild dat mij iets kwaads overkwam. Dat hoorde de dokter. Het was een strenge man. Hij kwam aan het bed van de koning en hij zei, ik zal het u maar vertellen, u gaat dood. De koning schrok. Dat geloof ik niet, zei hij. Nee, zei de dokter, maar toch is het zo. Wanneer, vroeg de koning. De dokter voelde zijn pols en legde het hoofd op de borst van de zieke. Het tikt nog wel, zei hij, maar zacht. Als in de tuin de blaren vallen, dan is uw tijd gekomen. De koning keek door het raam en hij glimlachte. En hij riep zijn tuinman. Tuinman, zei de koning, hak alle bomen om die in de herfst hun blaren verliezen. En dat deed de tuinman. De koning stond in zijn nachthemd voor het raam toen hij de dood zag naderen. Deze keek verbaasd in de tuin om zich heen en hij schudde het hoofd. Maar hij liep toch door en kwam in de kamer van de koning. Ik moet u vanavond halen, zei hij. En toch is er geen blad gevallen. Vreemd, zei de koning. Hoe zou dat komen? Dat weet ik wel, zei de dood. Maar het helpt u niet. Want ziet u die kleine treurwillig daar? Die is al helemaal bruin. Vanavond steekt er een wind op. En dan zal die kaal zijn. Waarom hebt u die niet omgehakt? Ik kon niet, zei de koning verlegen. Hij staat op het graf van mijn moeder. De dood knikte. Dat wist ik wel, zei hij. En het is een lieve gedachte. En daarom zal ik u ook het uur zeggen. Als de klokken 9:30 slaan, kom ik u halen. Nauwelijks was de dood weg, of de koning liet zijn ministers komen. Haal de klok uit de toren, zei hij, en sla alle uurwerken stuk in het paleis. Niets mag er meer tikken, niets mag er meer slaan. De ministers deden wat hun bevolen was, en toen de avond viel, wist ook niemand meer hoe laat het was. De koning stond voor het raam toen hij de dood zag naderen. De oude man draalde een ogenblik in de tuin alsof hij naar iets luisterde. En hij schudde verbaasd het hoofd. Maar hij liep toch door en kwam in de kamer van de koning. Het is tijd, zei hij, ik kom u halen. Maar het heeft nergens 9:30 geslagen. Vreemd, zei de koning, hoe zou dat komen? Ik weet het wel, antwoordde de dood, maar het helpt u niet. Luister mij. Hij stak zijn wijsvinger omhoog en op hetzelfde ogenblik tinkelde onder het nachthemd van de koning het verborgen horloge.
Waarom hebt u dat niet stuk gemaakt? Vroeg de dood. Ik kon niet, antwoordde de koning verlegen. Het was het horloge van mijn moeder. Toen ze stierf, heeft ze het mij gegeven. De dood knikte. Ik wist het wel, zei hij. En het is een lieve gedachte. Hield je zoveel van haar? Meer dan van iemand anders, antwoordde de koning. En zijn ogen schoten vol tranen. Zou je haar willen zien? Vroeg de dood. De koning begon te wenen. Plaag me niet, zei hij. Het is mijn liefste wens. De dood knikte. Ik wist het wel, zei hij. En je wens zal vervuld worden. De deur ging open en de koning greep naar zijn hart. Daar op de drempel stond zijn eigen moeder. Zij boog zich over hem heen en fluisterde hem iets in het oor. Moeder, zei de koning, ik wil niet. Je bent het al, antwoordde ze. En je hebt het zelf gewild. Ja, er bestaat over kunstenaars in het algemeen en in het bijzonder over schrijvers een groot misverstand. En het is misschien nuttig daar eens op te wijzen. Men denkt vaak dat een schrijver een bijzonder man is. Met hele grote gedachten, een fijner gevoelsleven. En ik dacht dat dat niet waar was. Het is best mogelijk dat mijn tuinman veel nobeler gedachten heeft dan ik. En dat het dienstmeisje dat mij mijn koffie brengt een veel ruimer ideeënwereld bezit dan mij te beurt is gevallen. Alleen, zij kan het niet zeggen. Wat de schrijver bezit, is het vermogen tot formuleren. Hij kan het vorm en gestalte geven. Nou, maar dat betekent niet dat zijn ideeënwereld groter is. Vaak het tegendeel is het geval. Veel kunstenaars zijn in zoverre minder dan andere mensen, dat ze vaak creëren, scheppen, vanuit een defect, vanuit een tekort. En leest u maar de biografieën van de grote kunstenaars, dan zult u merken dat wat zij tot stand hebben gebracht dikwijls geschept is uit een dal. Die hoge spitsen van Dostojevski, van Dickens en van Shakespeare, dat is niet geschapen uit een surplus, uit een teveel, maar dat zijn bergen die betaald zijn met heel diepe dalen. En wat ik ook nog wou zeggen, en wat ik dacht dat belangrijk is, dat is dat de schrijver schrijven kan wat hij wil, maar hij moet herkend worden. Ook door de nog niet geheel volwassenen. En dat herkennen, dat kan alleen gebeuren als ook de lezer iets heeft doorgemaakt. Als ook hij wat geleden heeft, bemind heeft, geleefd heeft. En daar is de school voor. De school is niet om kennis te verzamelen, om zoveel mogelijk feiten bijeen te brengen, maar om de geest die u heeft zo ruim mogelijk uit te breiden. U moet durven wagen, risico's nemen en ontdekkingsreizen maken. U moet weten hoe ver uw geest gaan kan en de uiterste grenzen kunnen vinden. En vooral ook weten waar uw geest ophoudt, waar u niet meer verder kunt. En die inspanning, die moet u nu al op school gaan beoefenen. Niet leren, niet zoveel mogelijk verzamelen, maar zo ruim mogelijk, zo volledig mogelijk, mens proberen te zijn. Ja, ik wil toch wel eens iets over schrijven vertellen. Ten eerste dat het een heerlijk beroep is. Het mooiste vak wat er bestaat. Het is zo wonderlijk dat, terwijl ik hier in de tuin een boom hak, dat ik toch
op datzelfde ogenblik. Een jongen in Ostende of een meisje in Brugge bereik die het misschien moeilijk heeft en die door mijn woorden een nieuwe visie krijgt. Nieuwe moed, een andere manier van kijken. En dat ik die help zonder het te weten. En dat is de macht van de schrijver. Zijn woord dringt door waar hij zelf niet meer is. Misschien sluit hij eens voor altijd de ogen en dat woord blijft staan. Hij klinkt door. Het is wel een moeilijk vak. Mensen denken vaak, je moet alles opschrijven wat je zo kan. Wat je denkt, wat je voelt. Maar dat is niet waar. Het is uitbenen. Schrijven is weglaten. Schrijven is schrappen. Al het overbodige snoeien. Je bent een tuinman. Je hanteert het mes. Je denkt, dat kan er nog af. Het kan nog korter, het kan nog helderder. En vooral, het kan nog eenvoudiger. En dan denken de mensen ook vaak dat je geïnspireerd wordt door muziek, door de natuur, door mooie vrouwen. Ik wil dat allemaal niet ontkennen. Maar het grootste contact wat een schrijver heeft, dat is niet met musea, met schilderijen, met mooie dingen, dat is met mensen. Hij moet het hebben van het contact met mensen. En dat kan zijn thuis, met zijn vrienden. Het kan ook zijn op reis. Overigens reis ik niet graag. Ik heb genoeg aan hier waar ik leef. Ik zal mijn hele leven doen om een tuin te bekijken. Ik heb een week nodig om één paardenbloem helemaal grondig te bezien. En vooral om één vriend helemaal te kennen. Ik reis weinig. Maar als ik het doe, ver. En dan moet je in al die landen moet je opnieuw een taal spreken. Duits, Frans, Engels. Ik ben in Japan geweest. En daar begrijp je helemaal niet. En het is zo wonderlijk voor een Noord-Nederlander dat hij voorbij Roosendaal de grens overgaat. En dat hij dan de ongekende luxe ervaart van door te mogen spreken in zijn eigen taal en nochtans begrepen te worden. Als wij naar het oosten rijden, dan zijn we in 2 uur in Duitsland. Dan gaan we naar het noorden, dan moeten we Deens praten. Maar naar het zuiden is er een klein stukje en daar woont een broedervolk, de Vlamingen. Die verstaan ons en die antwoorden ons in onze eigen taal. En dat is een geweldige ervaring en een grote vreugde. Overigens heeft het Vlaams woorden die wij niet kennen. Soms prachtige woorden, zoals het woord vermits, dat bij ons helemaal verdwenen is. En een schitterend woord als kuisen, wij kennen het niet. Wij zeggen schoonmaken, wat een veel kaler woord is. Dat woord is zelf al schoongemaakt. Maar kuisen is prachtig. En bijvoorbeeld een woord als regentes, dat kennen wij helemaal niet. Dat schijnt een soort onderwijzeres te zijn. Ik hield dus een lezing in Brugge voor het Davidsfonds. Toen zei ze mij, in de pauze komt een regentes. Nou, ik begon helemaal te trillen van angst, want een regentes bij ons, dat is een dame uit de 17e eeuw met een sleep en een hele hoge kanten kraag vol met diamanten. Een soort koningin. En ik ging al helemaal in de houding staan en er kwam er een klein vrouwtje met een brilletje op. En het was een onderwijzeres. Dat zijn vergissingen die je in Vlaanderen wel kunt maken. Ik heb persoonlijk een grote genegenheid voor Vlaanderen. Dat zeg ik u niet om u een genoegen te doen. Want ik zou het omgekeerde ook eerlijk vertellen. Maar mijn genegenheid voor Vlaanderen wortelt in het besef dat daar in dat land de voorhoede ligt, de avant-garde van onze taal. U merkt, ik gebruik het woord avant-garde, een Frans woord, en dat doen wij veel onbekommerder dan u. Onze taal is ook veel meer besmet door Franse, Engelse en Duitse uitdrukkingen. Maar de Vlaming is voorzichtig en hij behoedt de schat van de taal met een veel grotere zorg dan wij. En ik dacht terecht. Want het gevaar voor infectie door Frans is bij u oneindig veel groter dan bij ons. Als ik het taalgebied vergelijk met een leger, dan ligt de Vlaming in de voorste loopgraven. Wij drinken thee in de kantine achterin.
Wij liggen in luie stoelen en we kunnen ons de luxe veroorloven Franse woorden te laten binnendringen. De Vlaming niet. Hij moet vechten, hij moet waken, hij moet op zijn hoede zijn. En ik dacht dat Noord-Nederland een grote schuld heeft tegenover Vlaanderen, dat wij te weinig staan achter die tirailleurs, die soldaten in de voorhoede. De Walen hebben een veel groter thuisfront in Frankrijk dan de Vlamingen hebben in de Noord-Nederlanders. En hoewel ik zelf weinig lezingen houd, neem ik altijd lezingen aan in Vlaanderen, omdat ik het van belang vind dat wij met elkaar omgaan. En dat ik in Brugge, in Gent of in Knokke het volle register eens opentrek van dat prachtige orgel dat wij gezamenlijk bespelen. Thank you.